Dus ja, ik ben overduidelijk geen opgever. Ik moet jullie bewijzen dat ik GTA kan spelen zonder ook maar één regel of wet te overtreden. Doe een like op deze video als jij geen normale baas bent, maar een... opperbaas. Ik wil alleen likes van opperbaas. Dus doe een like als je er één bent. We gaan lekker beginnen. Ik heb vandaag een aantal missies voor mezelf gesteld die ik wil gaan proberen te behalen zonder ook maar één regel of wet te overtreden. Als allereerst wil ik naar de kust toe om daar gebruik te maken van een reuzenrad voor een mooi uitzicht. Oké, er is daar een mevrouw een hond aan het uitlaten. Ah, mevrouw, ik kan u best wel helpen hoor. Dat hoeft u toch helemaal niet zelf te doen. Hallo hond, hoe gaat het met je? Kijk wat een schattige hond. Hij is zo lief. Wat? Hoezo? Ik heb niks fout gedaan. Nee, nee, nee. Ik wil gewoon praten met je hond. Je lijkt me juist een hele aardige man om een gesprek mee te hebben. Je bent heel erg... Hey, luister. Ik wil gewoon even een kusje aan je hond geven. Hond. Oké, dat was raar. Ik ga snel een auto zoeken, want dit ging alweer bijna helemaal fout. Oh, kijk. Wat een mooie auto. Uit de prehistorie. Hoe gaat het met u? Je gaat me niet aanrijden, mevrouw. Nee, nee. Ik ben van de... Ik probeer geen regels te overtreden, maar andere mensen doen het wel. Wat is dit voor onzin? Hek aan de kant. Zo, kijk als een baas. I do parkour. Wee. Even serieus, kan ik iemand zijn waggie lenen? Ik bedoel, ik hoef hem niet te houden en ik breng hem ook heus wel terug. Jongens en meisjes, ik denk dat ik een manier heb gevonden om verder te kunnen. Ik zie daar namelijk een auto. Ik heb zo'n idee dat ik deze auto niet ga kunnen gebruiken. Ja, u bent de gelukkige winnaar van een gratis opknapbeurt. Ik ga uw auto mooier maken dan die al is. U hoeft alleen maar even uit te stappen en ik regel het voor je. Ik ben zo terug hoor meneer, tot zo. Oh nee, u hoeft er niet uit te springen, ik ben gewoon zo terug. Dit was geen leugen hoor, dit is de waarheid. Ik kan me herinneren dat wanneer je Skyfall bij cheatcode zou typen er iets raars gebeurde. Maar ik geloof er eerlijk gezegd helemaal niets. I believe I can fly. Wat gebeurt er? Oké. Niks aan het handje. Dit komt helemaal goed. Alsnog, we hebben nog steeds geen wet of regel overtreden. Kom met... Ah, het werkt. 1 cheat per aflevering, jongens. Niks aan het handje. Is geen regel of wet. Oké, alsnog gaan wij naar de locatie waar we naartoe moeten. En dat is de kust om in het reuzenrad te kunnen. Maar tot die tijd, geen regels en wetten overtreden. Kijk, alles gaat goed. Aan de goede kant van de weg blijven rijden is essentieel. Ze noemden mij vroeger op school altijd een wegpiraat wanneer we dan met de klas gingen fietsen. Ik snap tot de dag van vandaag eigenlijk nog helemaal niet waarom. Want als je er zo naar kijkt, gaat het op zich prima op de weg. Ik bedoel, iedereen heeft zijn ups en downs. En het is niet zo dat ik altijd steady rijd. Maar most of the time gaat er helemaal niets verkeerd. Ik bedoel, ik ben gewoon lekker aan het rijden. En dat is alles... What the fuck is wrong with you? Want laten we eerlijk zijn. Ik neem al 10 minuten op. Maar is er tot nu toe iets fout gegaan? Helemaal... Helemaal niets. Ik moet er even door. Het spijt me. Pardon. Wegenwacht. Uh-oh. Hey, dat was geen regel vet. Het is gewoon mijn eigen auto die ik kapot maak. Sorry. Pardon. Ik moet even naar deze kant van de weg. Oh, wow. Hey, waarom komen jullie allemaal op me af? Oh, wacht. Verkeerde kant. Sorry. Nee, ik heb nog geen regels of wetten overtreden. Ik moet gewoon hier rijden. Ik heb mijn fout voorzien. We rijden lekker in de tunnel en er is nog steeds niets aan het handje. Van wie zijn deze fiets en helikopter? Ik heb geen idee. Ik kan hem vast wel even lenen. Nee, niet de fiets. De helikopter. Oké, jongens en meisjes. Oh, kijk, daar is het. Oké, het is nog best wel lastig om zo'n ding te besturen. Ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik nooit op school geleerd. Maar het gaat op zich redelijk goed. Moet gewoon een beetje uitkijken voor de mensen hier beneden. Sorry, pardon. Oké, wacht even. Ik stap even uit. Sorry, jongens. Nou, ik heb nog steeds geen wet of regel overtreden. Ik heb gewoon netjes mijn helikopter geparkeerd. Kijk, die rugzak. Wat een swag. Let's go, jongens. Hier moest ik zijn. Nou, gaat dit lukken verder? Nou... Wat een feest. Ik had het een beetje anders verwacht. Maar hey, nou, nog steeds geen regels en wetten overtreden gelukkig. Oh, hey, mag ik misschien je nummer? Mevrouw, mag ik je nummer? Hey, mevrouw, ik wil eigenlijk alleen maar je nummer weten. Hey, ik wil je nummer. Mevrouw, ik wil je nummer. Oh. Sorry. Hey man, ik wil een hotdog. Mag ik een hotdog? Ik wil een hotdog. Hotdog. Meisje. Meisje, ik wil heel graag je nummer, zodat we samen een keer op date kunnen. Het lijkt me heel erg gezellig. Ik hoop dat deze Wings die man daar niet raakt. Hij staat wel erg dichtbij. Let's go. Wat gebeurt er eigenlijk als ik op rechte muisknop druk? Eigenlijk zou dit perfect moeten dienen als een soort van duikplank. Ik bedoel... Ik heb nooit mijn A-diploma gehaald en dit is waarom. Bedankt voor het kijken. Moet ik het nog een keer proberen de volgende keer? Like. Adios. Boeit me niet eens.